Je moet in vijf stappen kunnen beschrijven wat er gebeurt in een synaps als er een impuls aankomt. Nou, als er een impuls aankomt, dan verandert de membraanpotentiaal van de presynaptische cel. En dan gaan spanningsafhankelijke calciumkanalen open en dan stroomt calcium naar binnen. Doordat calcium naar binnen stroomt, versmelten enkele neurotransmitterblaasjes met het presynaptische membraan. De neurotransmitters komen dan vrij hier in een synapspleet en binden vervolgens op hun receptor. Nou, die receptor is vaak een ionkanaal. En als de neurotransmitter op de receptor bindt, dan gaat dat ionkanaal open en dan stromen ionen naar binnen of naar buiten. En dan verandert de membraanpotentiaal van de postsynaptische cel. En als laatste worden de neurotransmitters afgebroken en weer gerecycled.